Hij is nog geen week open, maar trekt nu al bezoekers van heine en verre. Het reuzenrad op de pier. Ik kom uit de buurt van Arnhem, het Giesbeek. Dus we kwamen hier niet voor het reuzenrad, maar we wisten wel dat hij er stond. Dus we zijn wel speciaal naar de pier gekomen voor het reuzenrad. Officieel komen we helemaal uit Emmen. Maar ja. We hebben een strandhuisje in Zandvoort. Ja. En we gingen eigenlijk Pokémon vangen in het Kijkduin. En zijn we even bij Scheveningen aangegaan. En dan gaan we nog verder weer terug naar Zandvoort. En dit is dus wel iets waar je speciaal voor Den Haag naar zou moeten komen? Ja, dat denk ik wel. Ik had het ook nog nooit eerder gezien. Het ziet er hartstikke mooi uit. Ja, super mooi. Je kunt super ver kijken over Nederland en aan de andere kant de zee. Reisblogger Henriette Bokslag denkt dat het de stad echt op de kaart gaat zetten. Nationaal, maar ook internationaal. Ja, dit is wel echt ontzettend gaaf hoor, om zo boven je eigen stad te hangen. En ja, het is ongelooflijk het uitzicht wat je gewoon hebt. Het is toch wel een stuk hoger dan de Piertoren die we hier op links zien. Ja, ik denk dat we er op dit moment gewoon weer echt iets unieks bij hebben. Het is gewoon heel bijzonder dat er een reuzenrad op de pier staat. En dat je gewoon boven zee van dit uitzicht kan gaan genieten. Volgens mij is dat ook het enige plek in Europa waar dat kan. Dus daarmee hebben we gewoon weer iets unieks binnen waarmee ik denk dat we echt iets origineels hebben. Waardoor er weer veel meer mensen naar Scheveningen en Den Haag gaan komen. Ja, toevallig heb ik al een paar mensen gesproken via mijn social media kanalen. En ook wel vrienden vanuit het buitenland. Dus vriendin van Oostenrijk, uit Oostenrijk, die komt eind augustus terug. Dus die zei al gelijk van ik ga mee Den Haag in. En toevallig een vriend uit Miami die zei van super gaaf dat jullie ook gewoon zoiets hebben nu in de stad. Dus dat is wel. Dus ik denk zeker dat mensen die naar Nederland komen, naar Den Haag gaan komen om in het reuzenrad te gaan zitten.